Stijn en in de omstreken van Stijn. Zigeunermuziek. Geliefd bij zigeuners en niet-zigeuners. Hoe negatief men in het algemeen ook over zigeuners denkt en hoeveel vooroordelen er tegen hen ook bestaan, hun muziek wordt als enige geaccepteerd en geapprecieerd. Er is trouwens geen sprake van één soort zigeunermuziek. In alle landen waar zigeuners verblijven, hebben ze zich door de muziek van die streek laten inspireren en omgekeerd hebben zij op hun beurt weer aan de ontwikkeling van die muziek bijgedragen. Muziek maken is momenteel een belangrijke bron van inkomsten voor zigeuners. Hoewel het maar weinig lukt om er echt hun brood mee te verdienen. Maar ook in hun eigen cultuur, in hun leven van alle dag, zonder dat anderen dat ooit zullen meemaken of kunnen begrijpen, speelt muziek een haast niet in woorden uit te drukken rol. Een zigeunerleven zonder muziek bestaat niet. Nederlandse zigeuners, nou, die maken ook vaak veel Hongaarse zigeunermuziek, doen ze. En onder andere de hot jazz muziek, hè, de Hot Club de France, bijvoorbeeld à la Django Reinhardt. Gepassioneerde mensen, hartstochtelijk en sensibel, zeer gevoelig. En dat leggen zij vaak in de muziek, wat een ander niet kan. Het is een aangeboren talent. Daarnaast hebben ze bepaalde toomsafstanden, dat in de muziektechnisch noemen wij dat intervallen, die in de normale muziek nauwelijks voorkomen. En dan ook nog de versieringen. Een bepaalde toon op een bepaalde manier versieren. Dat is ook bijna niet uit te leggen. En tijdens de versieringen worden dan ook nog glissandi uitgevoerd. Glissandi, oftewel het glijden van de ene toon naar de andere toon. Ik kan daar wel wat voorbeelden van laten horen, als u dat interessant vindt. Ik heb uiteraard mijn viool maar alvast gepakt. En dat is zo dat hier, als je op het conservatorium gaat studeren, dan wordt je ook geleerd, naast de gewone majeur en mineur toonladder, dat er ook een zigeuner toonladder bestaat. En een zigeuner, ik zal u even het verschil laten horen. Een major toonladder. Dat klinkt vrij redelijk normaal in de oren. Maar nu krijg je een zigeuner toonladder en die klinkt als volgt. En het is vooral deze afstand. Die veel gebruikt wordt. Dat is namelijk de overmatige secunde. Zoals iedereen weet wat dat is in de theoretische muziektheoretische afdeling.
Dus de overmatige secunde wordt veel gebruikt. En daarnaast wordt er ook veel gebruikt. Drie tonen naast elkaar. Drie tonen chromatisch heet dat. Dus dit. Dit wordt veel gebruikt. Ik zal u even een voorbeeld laten horen. Dat zijn die drie tonen. En... Hoort u? En dan de versieringen. Ja, de versieringen, dat is bijna niet uit te leggen. Maar ik zal het proberen om te laten spelen. Dat gaat zo ongeveer. Maar als je aan de zigeuner dus vraagt op het platteland van kunt u mij dat uitleggen, dan kan hij dat niet. Omdat hij dat gewoon uit zijn gevoel naar voren brengt. En hij weet niet wat hij doet. Zijn, dan kunnen ze zich uit op het instrument. Als ze vrolijk zijn, nou ja, idem dito. Dan wordt er heerlijk gedanst. En de muziek is ontstellend ritmisch ook. En dat zijn dan heerlijke feesten, maar er wordt ook erg geklaagd. En dan doet dan bijvoorbeeld op deze manier, dat kan ik ook laten... biggelen de tranen over de wangetjes. Tot voor kort hadden zigeuners geen eigen organisaties. Hun belangen worden meestal door andere instanties, zoals de vereniging Lauma Zirel of de vereniging ROM, behartigd. 9 oktober 1989 is dan ook een historisch moment. In het Mozeshuis in Amsterdam wordt een belangenvereniging van en voor Sinti-zigeuners opgericht. Lieve mensen, het is natuurlijk moeilijk om iets te zeggen. Ik heb net de professor willen praten. Dan lopen mij de koude rillingen over mijn rug. Als ik na moet gaan dat mijn moeder en vader een zigeuner was. En dat ik minder ben dan een ander mens. Dat zeg ik met pijn in mijn hart. U moet zich voorstellen, de oorlog is afgelopen. Mensen hebben ons vermoord, hebben ons doodgemaakt. Die worden nog niet achtervolgd. Die zijn vrij. Dus wij zijn altijd vogelvrij geweest.
En toen was de oorlog afgelopen, toen werd onze vrijheid helemaal bestolen. Toen moesten we een grote woonwagen komen staan. Wij konden niet meer rijden met onze woonwagens. Wij staan gewoon potvast. Stel je eens voor, als je een vogeltje uit de natuur pakt en je zet hem in een kooi, dan vlieg je de regen aan, die wil eruit. En zo willen wij er ook uit. En daarom is onze bedoeling van onze vereniging dat wij strakjes ergens in Nederland met onze kampeerwagen kunnen staan, dat we kunnen reizen, dat we rond kunnen trekken zoals dat wij zijn. Dat we ons eigen werk weer kunnen doen zoals vroeger. Dat we met iedereen samen kunnen leven. Dat er de mensen bij ons kunnen komen. Dat ze iets tegen ons kunnen vragen, iets tegen ons kunnen zeggen en dat we dat kunnen vertellen. Dat we op scholen voorlichtingen kunnen geven en dat we kunnen vertellen wat wij eigenlijk willen. Niet steeds in die hoek geschopt worden. Wij willen er zo graag uit. Wij willen zo graag met u leven. Waarom niet? Optimisme en enthousiasme genoeg bij de start van de Sinti-vereniging, die inmiddels alweer ruim een jaar functioneert. Wat hebben ze in dat eerste jaar kunnen bereiken? Heel veel. We hebben een jongenkade. We hebben een vrouwengroep opgericht. Met een burgerbegeleiding. Plus een burgerlijke kennis van ons zit er ook in. We hebben lezen en schrijven voor de vrouwen. We hebben typlessen. En binnenkort start het lezen en schrijven voor de jongeren. Waar we echt specifiek op gericht zijn, is dat we de jongeren werkgelegenheid in traditionele, dat is in een eigen traditionele, in een eigen cultuur, werk kunnen verrichten. Zoals violen bouwen of een orkest opzetten, stoelenmatten. Waar ze bij ons ook heel goed kennen, vooral de jongeren, de jongens, is deur aan deur. Hoe noem je dat? Ventelangs deuren, wat wij vroeger dus deden. Hm. Wat merken jullie nou als jullie in contact komen met burgers, wat ze van jullie denken of vinden? Nou, nu tegenwoordig, de laatste jaren is het wel veranderd. Wij hebben dus ook mensen in het dorp waar we echt goed mee kunnen praten en mee op kunnen gaan. Je hebt ook burgers die je te koffie vragen. Maar het heeft wel een hele tijd nodig gehad voordat die aanloop er was. Nu heb je ook kinderen die hier op het kamp komen, die met onze kinderen spelen. Was echt ook nooit. Nu heb je ook dan de vriendjes van mijn zoon op het kamp kwamen en de kinderen van het dorp van Gerwe en van Zon komen nu ook burgerkinderen hier met deze kinderen omgaan. Maar vroeger was dat gewoon niet. De laatste 2-3 jaar was dat niet. En dan nou, die kinderen die kijken ook heel anders, hè, omdat wij dus niet gekleed zijn hoe hun zich voorstellen. Die kinderen hebben een heel ander. Die hebben gewoon een andere inprenting gehad van de ouders. Die hebben gouden oorbellen, lange kleren en die hebben dit en die hebben dat. En dus dat is het gewoon. Dus die kinderen gaan ons zelf leren van. We hebben nu ook burgermoeders die komen koffie drinken. Dat hebben wij ook. In het bestuur zijn jullie geëmancipeerd? Hebben jullie gelijkwaardig tegenover de man. Ja. En hoe zit het in het algemeen in jullie cultuur, de positie van vrouwen? Nou, dan weten we onze plaats. Dat weten we. Bij ons hebben een vrouw heel veel te zeggen. Want een vrouw die voedt tenslotte zijn kinderen op. He, een vrouw die doet het werk, de vrouw doet de boodschappen, de vrouw die doet alles. De man die moet voor het geld zorgen, maar alleen er is altijd één boven wie boven alles staat en dat is de man. Het laatste woord. Dat is de man. En bij ons althans, ons vader. Dan hoef je niet te wachten. Alsjeblieft. Zoals veel vrijwilligersorganisaties is ook de Sinti-vereniging afhankelijk van steun van de overheid om goed te functioneren en om de plannen te verwezenlijken. Dat bij het verdelen van de beperkte overheidsmiddelen niet iedereen krijgt wat hij wil, is begrijpelijk. Wat is de ervaring van de Sinti-vereniging als ze bij de overheid om steun aanklopt? Wat wij hier opbouwen, dat wordt juist door de overheid helemaal afgebroken. En dat is juist een zonde, dat we geen medewerking krijgen. Het gevecht van ons uit is goed. Maar waar blijft die overheid? Bij onkostenvergoeding is heel moeilijk te krijgen. We hebben een 7 jaar tijd, 3.500 gulden onkostenvergoeding per man. Dus daar kun je toch geen 7 jaar mee doen, dat bestaat toch niet? En als je dat die mensen vertelt, ja, zeggen ze, daar kunnen wij niks aan doen. Maar ze willen wel hebben dat we ons organiseren, willen hebben dat ze alle verplichtingen die van bovenaf komen, moeten wij doen, die verplichtingen. Kunt u begrijpen? Nou, daar ben ik op tegen. Ik vind zo, ze moeten ons helpen.
Net zo goed als andere mensen. Elke buitenlander die hier komt, die wordt geholpen. Behalve de Sintische geuners, die worden niet geholpen. Daar is nog een vraag. Ik ben een zigeuner, ik ben Hans Wijs. Ik ben voorzitter van het landelijke zigeunerorganisatie Sinti. Wij kunnen ons dat niet begrijpen, dat er steeds zoveel opheffingen gemaakt worden en ook wel besproken worden, maar er wordt niets gedaan. Als wij bij de regering komen, dan zijn wij tweeders. We hebben pas een heel gesprek gehad met iemand van het ministerie, we hebben we gewoon uitgelachen. En dan laten we ons wel naar Den Haag komen, ze laten ons wel praten, en als we goed praten, dan lachen ze ons uit, dan tellen we helemaal niet. Wij zijn gewoon mensen zoals u van vlees en bloed. Want hier in Nederland is het zo, wij zijn net als de Indianen in Amerika. Ze komen ons bekijken hoe dat we eruit zien, hoe dat het is. En dat we het willen organiseren, wordt alles afgebroken. Wij tellen gewoon. En dat is niet de burgermaatschappij. Die moet ik de hand eerlijk toereiken. Maar ik heb het over de regering. Die zijn slecht voor ons. Ja, maar dat beginnen dat dit in deze zaak... oplossen door kijken is dat alles. Alleen wat dat de mensen krijgen... sociale afkering krijg je niet anders voor de gemeente. Krijg je niet werk, krijg je niet subsidie, want dat je zelfs hebt gewerkt. Krijg je niet, want dat kan een kans geven, moderniseren deze kinderen. Cultiviseren, samen leven met de Nederlanders, samen. Dat is geen kans van deze. Deze is dat immer negatief geweest. Bijvoorbeeld, ik van mijn kant in de kapelaan de IJssel, heb ik dat 100 keer. Verzoek samen komen met de mensen in de gemeente, praten van deze zaak. Maar dat is, accepteert niet, nooit. Het voor hun rechten opkomen is iets waar zigeuners nog weinig in geschoold zijn. In de doolhof van de subsidiegevende overheid is het lastig de weg te vinden. Maar ook in andere, alledaagse situaties is het moeilijk te doorgronden wat hun rechten nu precies zijn. Zoals het volgende voorbeeld, waarvan wij toevallig getuigen waren, duidelijk maakt. We laten het daarom ook in een ongepolijste versie zien. Hallo. Monsieur, monsieur, vous pourrez pas me faire partir comment je suis. Le docteur, il va venir aujourd'hui à midi, hein. Il vient à midi, le docteur. J'ai 6 opérations, hein. 2 opérations pour le cœur. Une ici pour la vésicule biliaire, vous le savez ça, et vous comprenez le français. Et j'ai une opération ici dans le dos, oui. Un ici et un ici, qu'il devait m'opérer pour enlever le métal que j'ai ici dedans. Oui. Alors il n'y a pas de raison que vous me faites partir d'ici parce que je suis sur le fac de mon fils de Colombard. Yes. Oui. Vous comprenez? Oui, oui. Vous le savez ça. Je suis ici sur le fac de mon fils. Alors, il n'y a pas de raison que vous me faites partir. Maar je vraagt wie jullie zijn. Parce que je ne vais pas demander de soucis. Wij zijn van de NOS-televisie en we zijn op weg naar mevrouw Columbus om haar te interviewen. Enige tijd geleden is haar man op reis in Oost-Duitsland overleden en begraven bij zijn ouders in Valenciennes in Noord-Frankrijk. Omdat mevrouw Columbus alleen achterbleef en vanwege haar verlamming niet voor zichzelf kan zorgen, zou ze voorlopig naar haar kinderen in Nederland komen. Amen. Amen. Dat was mijn grootvader. En dat was een van de Franse zigeuners. Een hele bekende man hier in Frankrijk, België, Nederland, Zweden en Noorwegen. Als die zigeuners wat problemen hadden, kwamen die mensen bij hem. En dat weer daarover gepraat. En hij had de macht om de zaak weer te regelen. Hij was meer een soort voor vrede te maken onder de zigeuners. Een soort rechter. Mag ik u vragen, u bent van de gemeente, waarom moeten deze mensen hier weg? Ik sta u helemaal niet te woord. Als u inlichting wilt, moet u op het gemeentehuis zijn. Maar waarom wilt u ons niet te woord staan? U bent toch van de gemeente? Klopt. En u komt toch hier om die mensen te zeggen dat ze weg moeten? Dan kunt u ons, u kunt die mensen uitleggen waarom ze weg moeten. Dat kunt u ons dan toch ook uitleggen? Als u op een gegeven moment graag inlichtingen erover wilt, moet u op het gemeentehuis zijn. En bij wie moeten we zijn dan? Dan gaat u maar naar de wethouder, zoals mevrouw Brunke het zegt. Die heeft daar schijnbaar afspraken gemaakt waar mij helemaal niet bekend is. Maar u weet toch waarom die mensen weg moeten? Nou, dat komt hier toch zeggen? En ik zeg er helemaal niks meer over. Klaar. Mevrouw Brun, ik weet het beter als ik, want wat zij nou op een gegeven moment stelt is mij helemaal niet bekend.
Maar het is u wel bekend dat die mensen weg moeten. Ik ga er niet verder op in praten. Zo eenvoudig is dat. Indien u inlichtingen wilt, kunt u te alle tijden terecht bij onze gemeente. Ja? En dat geldt ook voor u, mevrouw Bunning. Ik ben al vanaf 1974 bezig. Eerst met woonwagenbewoners die hier in Veldhoven kwamen. En als een goede buur, het is wel een andere gemeente, maar er zat alleen maar de E3-weg tussen. Als een goede buur heb ik de mensen welkom geheten. En gezegd dat als er iets was, dat ik ze zou helpen. En dat heb ik gedaan. Later zijn de zigeuners gekomen. Die zijn ongeveer 12 jaar in Veldhoven. En ik probeerde dus eigenlijk de mensen in alle dingen te helpen. Dat wil vaak zeggen dat je dan toch wel tegen de overheden aanloopt. Omdat er naar mijn idee toch het beleid niet al te best is wat omgaan met zigeuners betreft. En de ene kant zegt men het zijn zigeuners. Aan de andere kant zegt men, vooral als het om geld gaat, dat het gewone burgers zijn. En vandaar dat ik dus deze mensen help. Deze vrouw staat niemand hier in de weg. Staat op de plaats van de zoon. U weet net zo goed dat ik dat er bij ons centrumverordening is. Hè? Dat kan best wel zijn. Bij mij in de straat is ook geen straatverordening. En ik vind dat deze mensen gelijk behandeld moeten worden als alle andere mensen. Luister, ik zal er één ding over zeggen. Aan de wethouder ik doe mijn werk. Als ik aan de wethouder vraag om de leerplichtwet toe te passen, zodat deze mensen wat minder trekken en de kinderen naar school kunnen gaan. De wethouder zegt dan tegen mij, waar zijn de kinderen? Mevrouw, dat is hun cultuur, ze mogen trekken. Hè? Dan is het zeker hun cultuur dat als er een man overleden is, een vader overleden is, dat de kind dan hun moeder tijdelijk bij zich nemen om voor die vrouw te zorgen. Voor mij is het een afgedane zaak. Ik heb de opdracht om op een gegeven moment te controleren. De centrumverordening wordt toegepast. En is er mevrouw Bruning niet mee eens of ze weg zegt op een gegeven moment die mensen blijven hier staan. Dat is haar verantwoording. De mijne niet. Ik doe gewoon mijn werk zoals het mij opgedragen wordt. En meer zeg ik er niet over. Aujourd'hui, il est encore venu me faire partir. Hier, il est venu aussi. Il y a déjà depuis une semaine que je suis ici. Il vient tous les jours me faire partir d'ici. J'étais où est-ce qu'il est votre caravane maintenant. Je suis enlevé de là-bas. Je suis mis ici sur le fac de mon fils. Et il veut encore me faire partir d'ici aussi. Alors moi, je lui ai expliqué comme ça que je suis une femme très malade. Je suis une femme que j'ai 6 opérations. Et que j'ai perdu mon mari. Et j'ai personne qui m'aide à rien que ma fille qui a 21 ans. Et ma voiture, il est cassée, il est au garage. Alors moi, je lui ai expliqué comme ça que je ne peux pas quitter ici le terrain à cause de ma maladie, que le docteur, il vient 3 fois par semaine me faire des visites à cause de mon cœur et à cause de la paralysie que j'ai, que je ne peux pas marcher. Et puis il insiste toujours qu'ils me font partir d'ici, de cette place. Et moi, je ne vais pas quitter ici, cette place, à cause de mes enfants. Parce que j'ai mon fils qui est ici, j'ai ma soeur qui est ici, et tous mes parents, ils sont ici. Et je ne vais pas faire la mendicité pour demander une tartine, parce que j'ai encore des autres enfants qui sont en Belgique, qui sont en Allemagne, qui sont en France, qui m'aident pour la nourriture. Rosa Columbus, wie is dat? Rosa Columbus, die zit hier binnen. Ja? Dat is een oude, verlamde vrouw. Die kan niet zelf komen. Oh. Dus loop naar binnen. Ik heb een brief voor. Paard van Brits heeft gevraagd. Bent u Rosa? Kisela? Ja. Rosa Columbus. Ja. Dat is u. Eh? Mag ik binnenkomen? Ja. Madame, pastoor. Venez, parce que je peux pas expliquer à monsieur et à madame. Ik heb een brief voor u. Qu'est-ce que c'est comme brief? Spreekt u geen Nederlands? No. Nee? Het is helaas een doelgroep en ik begrijp waarom u mij dit vraagt, want het is natuurlijk toch een minderheidsgroep in het Nederlands. Dat vraagt een speciale aanpak, maar helaas heeft dat ook dikwijls speciale aandacht. En die is niet altijd positief. Dat betekent dat je binnen de marges die zijn aangegeven, dat je daar moet handelen. En dan kun je daar wel eens strenger op moeten treden als een andere situatie. Los van de cultuur van de mensen of wat dan ook, want dat is niet relevant. Ja, maar dat mag er toch nooit toe leiden dat mensen mindere rechten of andere rechten hebben dan andere Nederlandse burgers? Nee, maar kijk, we leven natuurlijk in een rechtsstaat en er zijn een aantal regels waar we ons aan moeten houden. En nou geef ik toe dat die regels ten aanzien van de woonwagencentra, dat die vrij stringent zijn. Dat zijn strikte regels. Ja,
die moeten nageleefd worden. Daar sta ik voor. Ik ben tenslotte wethouder, de naam zegt het al. En dat betekent dat het moet gebeuren op die manier. Dat is het. Er staat in dit brief. Ik heb er een afschrift van. Goed zo. Ja? Ja. Goed, dan is voor mij schorsing aanvragen om het erachter te staan.